Dag dames en heren, we staan voor enkele prachtige nazomerdagen hè, met zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar tot zelfs lokaal 33 graden op dinsdag. Dus dat wordt genieten of afzien, hè. U mag zelf kiezen wat u wil. Ik zou zeggen, laat het maar even weten hieronder in de reacties. Gaat u afzien de komende week, begin van de week vooral, of gaat u er toch van genieten? Laat het maar even weten hieronder in de reacties. En dan gaan wij ondertussen verder naar het weer voor vanavond en vannacht. Wel, het is ondertussen al goed aan het afkoelen en de zon gaat al onder zo rond 8:30 in de avond. En dat wil dus zeggen dat die nachten ook al langer worden. En dat merken we toch wel, hè. Het is sowieso wel licht bewolkt vannacht, hè. Lokaal zelfs helder. En die nachten koelen dus al vrij goed af. Rond 5 graden bijvoorbeeld maar in de Hoge Venen. Lokaal misschien, zit er misschien nog een 14 graden in langs de kust voor vannacht en morgen, ja. Prachtig weer, kijk eens aan. Heel veel zonneschijn. Hier en daar misschien eens wat hoge wolkensluiers die voorbij drijven. Dat is vooral ja, voorbestemd zo voor een centraal deel in de Benelux morgen. En de temperaturen kunnen al flink wat klimmen. Kijk eens, we halen lokaal 25 graden in Limburg tot zelfs 27 of 28 graden in het uiterste zuiden van de Benelux voor morgen. En het is die warmte die maandag en dinsdag tot in de Benelux zal geraken. Kijk eens, maandag gemiddeld 30 graden, lokaal 31 graden. Ook aan de kust is het bijzonder warm met daar temperaturen tussen 27 en ook lokaal 30 graden. In de loop van de latere namiddag zou daar een heel zwak zeebriesje kunnen opsteken. Vooral op het strand en zo tot een kilometertje landinwaarts. Verder zou dat niet geraken op maandag. Dinsdag wordt het dan nog warmer, het blijft ondertussen droog en zonnig en het wordt nog warmer met 32 in Limburg, dus zeer lokaal 33 graden. Wederom ook aan de kust gemiddeld dan wel 30 graden, maar in de loop van de namiddag zien we de wind daar toch wel meer westelijk worden tot noordwestelijk en dan gaan we daar toch wel flink wat graden verliezen. Dus vooral de dinsdag namiddag, latere namiddag en avond zal aan de kust flink wat koeler verlopen en dat is de aanzet dan richting woensdag, want woensdag zal vanuit die noordwestelijke hoek koelere lucht het land opdrijven. Dat wil zeggen dat er zich trouwens ook wat meer bewolking samen met die koelere lucht kan meebegeven het land op. Nu, de temperaturen liggen lager, met dus temperaturen aan zee die dus rond een 22, 23, misschien nog een heel lokale 24 graden liggen. Voor het binnenland zijn dat maxima die nog snel richting 25 tot 28 graden gaan. En mogelijk in het uiterste zuiden dat er zelfs nog een 30 graden in zit. En het is juist die regio die de grootste kans maakt op een lokale hittegolf. Want als het daar vandaag 25 graden wordt, morgen 28 graden en dan maandag, dinsdag, woensdag 30 graden en hoogstwaarschijnlijk wordt het donderdag ook nog 25 graden in die streek, wel, dan hebben ze daar dus inderdaad een hittegolf te pakken. Maar het lijkt dus alleen voor het uiterste zuiden van de Benelux voorbestemd te zijn. Dat is het Belgisch Lotharingen en het Groothertogdom Luxemburg. Elders dus geen hittegolf, maar wel zeer warm weer. Kijk eens aan. Zondag, maandag, dinsdag sowieso zeer zonnig. Woensdag tijdelijk wat meer wolkenvelden. Maar ook dan zal de zon nog regelmatig te zien zijn. En het wordt bijzonder warm. Op zondag gemiddeld 25 graden in het oosten. Maandag lokaal 31 graden. Dinsdag 32 tot zeer lokaal 33 graden. En woensdag begint het dan af te koelen vanuit het noordwesten. Met vooral nog die 30 graden in het uiterste zuiden. Maar elders zijn dat temperaturen overwegend tussen 25 en 28 graden. Aan zee nog wat minder warm. En vanaf donderdag wordt het dan allemaal wat koeler, wat normaler. Zelfs nog iets te zacht voor deze tijd van het jaar. Hè. Maxima van 22, 23 graden op de meeste plaatsen. Maar een nieuw hoogdrukgebied bouwt zich op. En ook dan, hè, vanaf vrijdag, lijken we wel weer voor een paar dagen vertrokken te zijn voor prachtig weer. Heel veel zonneschijn en dus dan wel temperaturen die iets lager liggen dan het begin van de week. Maar voor veel mensen zal ook dit gewoon aanvoelen als aangenaam en prachtig nazomerweer. En uiteraard, als er amper een wolk is, kan er ook geen regen vallen. Vandaar tot en met zaterdag blijft het alvast zeker droog. Ziezo, prachtige vooruitzichten. Ik zou zeggen, geniet ervan. Laat nog even weten of u er effectief van gaat genieten. Het begin van volgende week, maar ik vermoed het tweede deel van de week. 22, 23 graden. Heel veel zonneschijn, niet al te veel wind. Alhoewel er wel wat meer wind zal zijn dan het begin van de week. Maar toch, dat wordt ook dan gewoon genieten. Nog een heel fijne avond en wij zien elkaar woensdag terug voor een nieuwe update van het weer. Heel graag, tot dan.